het heel leuk. En ik ook trouwens. Groot. Ja. Oh my god, helemaal leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog voor de mensen die me niet kennen. Ik ben Sarah Verwoerd en ik heb weer een nieuwe weekvlog. Alright, het is maandagochtend, best wel vroeg, 9 uur. Ik heb zo meteen online les en daarna ga ik werken en daarna heb ik weer online les. En that's my day. Ik moet volgens mij verder niks. Nee, verder. Ik ga natuurlijk nu in de ochtend werken, dus chill. Ik doe werk, bezorg bij de apotheek. Ik krijg altijd nog vragen onder mijn video's, maar super chill werk. Ja, ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb gewoon een trui en een sportlegging aan en mijn UGG. Echt de beste outfit ooit om lekker in te bezorgen. Lekker chill en top. Ik heb best wel een drukke week. Ja, ik had vorige week herfstvakantie, maar ik heb er letterlijk niks van gemerkt. Want het is echt geen verschil. Ook heb ik een nabehandeling van mijn powderbrows gehad. Ze zijn weer helemaal on fleek. Nu moet het natuurlijk weer helemaal gaan genezen en zo. Dus ik mag 3 dagen niet douchen. Dus ik ben gisteren in bad geweest. Ga ik vanavond denk ik gewoon even in bad. En daarom heb ik dus een strakke staart in, omdat mijn haar mega vet is. Ja. Ja, mijn telefoon is dus kapot, zoals ik in de vorige week vlog vertelde. Dus ik heb nu een of andere kut iPhone 6. Echt, ik haat het. Ik kan er niet mee omgaan. Ik haat het gewoon echt. Maar, oké. Okay. Morgen ga ik hem naar de maker brengen. Of in ieder geval mijn vader gaat hem even brengen. Maar ik weet niet of het te maken is, want... Het enige wat hij laat zien is groen beeld. Dus ik weet niet of dit te maken is of whatever. Maar we gaan het zien. Ja, ik heb dus zometeen online les. Dus ik ga even beneden zitten. En dan lekker die les volgen. Online les is voorbij. Ja, ik had net dus les over mijn eigen bedrijf dat ik aan het starten ben met school. En we hebben nu ook de... website en Instagram online. Dus vergeet die zeker niet te checken. Dit is @sociallearn met 1 L. Dus ja, vergeet zeker niet te volgen. Dat is super leuk. Als je ons wil supporten. En ja, op de date wil zijn van waar we allemaal mee bezig zijn. Maar ik moet nu snel naar mijn werk toe. Want ik ben eigenlijk alweer een beetje te laat. Alright, ik ga nu snel werken. Ik hoop dat ik het op tijd haal. Zodat ik mijn les zo weer kan volgen. Maar ik hoop van niet. Het is inmiddels al 4:30. Het is echt niet normaal snel gaande tijd. Wat zit je nou raar te doen? Ja, ik wil... Ik heb eigenlijk alleen maar aan school gezeten. Dat is wel goed. Nou, aan ons eigen bedrijf natuurlijk. En ik ga nu denk ik even de weekvlog editen. En dan misschien nog een beetje aan school zitten als het lukt. En ja, best wel saaie dag. Maar wel heel productief. Het was echt een drukke dag. Ja, ik heb aan school gezeten. Ik heb vooral ook... lekker ook even soms een beetje geëdit en zo. En ja, morgen ga ik mijn telefoon, in ieder geval mijn vader, mijn telefoon naar de maker brengen. Want he's fucked up. Ik hoop echt dat ik het verzekerd krijg. Want dit slaat echt nergens op. Ik had trouwens op mijn Instagram gezet en mensen zeiden van ja, dat komt echt door de nieuwe update. En Apple doet dit dat mensen een nieuwe iPhone 12 gaan kopen en bla 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 bla. Ik zweer het, als dat echt is, dan word ik gek en dan... Word ik gewoon gek. Ik haat Apple eigenlijk. Echt een visionair zijn het. Maar toch blijft het kopen. Want ik haat ook Samsung. Ik kan gewoon niet meer overweg. Voor mijn gevoel worden ook de apparaten het steeds slechter. Echt. Hoe nieuwer ze zijn, hoe slechter het wordt. En hoe korter je ermee kan doen. Maar goed. Ik ga lekker in bad. Want morgen... Ik denk... ik heb het al een tijdje over een geheim project dat ik ga doen hier voor mij in de buurt. En wat dit geheime project is, mag ik eindelijk vertellen. Door de coronacrisis en de nieuwe maatregelen is het niet mogelijk dat ja, de Sinterklaasintocht ingaat. En mijn gemeente ja, vond het heel jammer en die zocht eigenlijk naar een alternatief, een oplossing. En ze zijn ermee gekomen om het Sinterklaasjournaal te maken voor onze gemeente, voor onze dorpen hier allemaal. En ja, mij is gevraagd of ik dat wil presenteren. Nou, echt superleuk. Echt een heel leuk project. Ja, dus daar hebben we al een paar meetings over gehad. En morgenavond heb ik de eerste opnames in de studio. Dus ja, er is al een YouTube kanaal. Ik kan die wel linken.
In de beschrijving. Dus als jij de video's wil zien, het is natuurlijk eigenlijk vooral meer voor de kleine kinderen. Maar ja, wil je het alsnog zien of vind je het grappig om mij terug te kijken? Dan kan het op YouTube, op dat YouTube kanaal. Er komen 8 afleveringen online waar ik het in zou presenteren en een beetje het rode draad ja, vertel. En ja, ik vond het echt super leuk. Echt totaal iets anders. Maar ik vind presenteren sowieso heel leuk. Ik vind met de camera bezig zijn heel leuk. Ik vind content maken heel leuk. Vroeger heb ik ook heel lang op toneel gezeten. Dus ik, ja, het zit gewoon in mij om dat soort dingen te doen. Ik vind het super leuk. En morgenochtend moet ik vroeg naar school. Want nu gaan we aan ons bedrijfje werken. En daarna heb ik de opnames in de avond. In de middag en in de avond. Dus... dat wordt allemaal leuk. En ik ga even lekker, ondertussen even een lekker stripje van PureMedic opgooien. Zodat mijn tanden witter worden. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is lekker vroeg. Ik was achter mijn bed uit. Ik heb me helemaal opgemaakt, omgekleed. Ik heb deze trui van Bijos Fashion. Deze broek is van de Bershka en mijn Dr. Martens. Ja, en ik ga zo meteen naar school doen, want... we gaan ja, school werken, dus lekker vroeg. Goed de dag starten. Nou guys, het zou mijn leven niet zijn als zo een keer iets goed gaan. Ik wil naar de bus gaan en mijn mondkapje vergeten. Dus toen moest ik weer terug. En nu haal ik de bus niet. Dus nu ben ik weer een kwartier te laat. Echt de dag dat ik een keer gewoon op tijd ergens ben en het allemaal goed gaat, dan, nou dat kan niet. Dat bestaat niet. Just deal with it. Life goes on. Oké, het is inmiddels 9:15. Ik moest eigenlijk om 9:00 de bus hebben, maar ja, 9:15. En het valt best wel mee hoe koud het is. Ik had echt veel kouder verwacht. Beter. Maar ja, ik ga dus nu met het OV naar Amsterdam. Vooral voel ik niet 100% scherp de hele tijd. Maar ja, ik ga dus nu onder naar Amsterdam. En het is fucking raar. Want mijn vlogbeelden, die wilde ik dus gisteren editen, maar die doen het weer niet. En er staat nu op onthoud van onbekende minuten. Ik word er zo niet goed van. Ik haat het OV echt. Daarom wil ik gewoon door met het OV. Maar ja, Amsterdam moet wel, want je kan daar wel parkeren. Maar dat is 57 per uur of zo. Ja. Oké, nou, ik ben op school. En we hebben echt mega veel geluk. Want we dachten dus dat we een lokaal hadden gereserveerd. Maar je mag dus geen lokale reserveren. Want dat heeft geen ventilatie of zo, weet ik veel. Maar wij hebben zo meteen een interviewgesprek met een man. En we kunnen niet meer in een zaalkaart gaan zitten bellen. Dus we hadden aan die vrouw gevraagd. Ze mogen in het lokaal zitten, maar mocht dus niet. Maar eindelijk mocht dus wel, want we hadden gewoon een beetje uitgelegd. Super chill, nu hebben we gewoon heel lokaal voor onszelf. En ik heb lekker een ijskoffietje gehaald. Oh, hier is het. Ik kan niet genoeg koffie drinken. Oké, ik ben klaar met school. Ja, we hebben vandaag een hele interessante interview gehad met een man die zelf ook trainingen geeft. Dus dat was heel leuk en interessant. Ik ga nu snel naar huis toe op mijn scooter. En dan ga ik snel spullen pakken, want ik heb vandaag opnames voor het Sinterklaasjournaal. Ik ben nu thuis. Ik heb mijn make-up en wat nieuwe andere kleding meegenomen. Voor de zekerheid, ik ga sowieso niet deze trui aandoen. Want ik ga nu op de scooter en dan schat mijn haar weer door elkaar. Dus ik heb ook mijn steltang en alles mee. Dan ga ik nu onderweg. Het is inmiddels alweer avond. Ik heb me helemaal opgemaakt. En ik ben nu bij de studio. En we gaan zo meteen filmen. Maar we zijn nog een beetje alles aan het klaarzetten. Actie. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt. Ik ben Sarah van Woerd. Zoals beloofd ben ik in een Sinterklaas-studio. Nee. Ik vind het heel leuk. En ik ook trouwens. Ik ben enthousiast. Ik ben gewoon. Ja, wat moet ik nou zeggen? Nou joh, nou, zoals jullie zien, ze zijn er. Oh, nou, het gaat echt. Niet goed. Nee, het gaat wel goed. Ik zit verzekerd. Nee, vind je het niet leuk om op veld te komen? Oh nee, zeker niet. Nou, ik heb wel een mooi studio licht hier. Ja, iemand anders wel. Geen probleem. Zelf. En ik zit hier lekker alle pepernootjes op te eten. Dit ben je ook aan het vloggen. Ja. En we hebben hem. We hebben iets bedacht. Dat had ik al, weet je dat?
Hallo, ik ben Tom Sasse. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Gisteren waren de opnames goed gegaan. Eindstand was ik denk 11 uur thuis of zo. Het was best wel laat geworden. En mijn nagel was afgebroken. Echt verschrikkelijk dit. Maar ik kan volgende week terecht en dan ga ik het gewoon opnieuw laten opvullen meteen. Ik ga zo even gezellig naar mijn oma. Ik heb mijn oma echt, ik zie haar wel bijna elke week, maar ik ben echt lang niet bij haar langs geweest. Dus ik ga een gezellig koffietje doen bij mijn oma. En ze had een vraagje. Oh, we gaan nu. Ja. En dan ga ik de weekvlog editen en vanmiddag werken om 4:30. Ik was gezellig bij mijn oma een koffietje doen. Ik wilde mijn oma naar huis brengen. Heb ik mijn sleutel niet mee. En mijn moeder is niet thuis. Dus ik had gelukkig mijn laptop. Ga ik hier maar editen. Nou, het is inmiddels alweer 4:30. Ik heb eigenlijk de hele middag gewerkt aan het editen van mijn weekvlog. En ik ben hem aan het importeren en hij wil maar niet werken. Het is echt, hij blijft altijd hangen op 95%. Dus ik hoop dat het goed komt. Want ik moet over 8 minuten naar mijn werk toe. Maar ja, hij is nu al sowieso te laat. Dus we gaan het even zien. Nou jongens, het waait zo fucking hard. Ik ga met de auto, want ik ga echt niet in deze wind mijn scooter zetten. Want dan gaat het ding geheid omvallen. Ik ga nu naar werk. En vanavond ben ik toevallig met Isabel en Bo. Dat is een long time ago. Maar ik heb wel zin om even gezellig met z'n drietjes te zijn. Ik had jongens super klaar met werk. Het waait zo hard. Gedood. Holy fuck. Echt. Ik ben klaar met werk nu. Het waaide zo hard. Dat is echt gewoon niet normaal. Ik waaide soms gewoon weg. Van zo hard het waaide. Maar ik heb niet meer van honger. Het is 9:15 en ik ga lekker huis en vreten. Morgen maand is vandaag donderdag. En vandaag worden mijn wimpers gaan. Dus ik heb geen make-up op. De vorige video was ik ook make-uploos. En toen zei iedereen van, oh my god, Sarah, je moet echt niet onzeker zijn. Maar alsnog ben ik het, want ik vind mezelf echt blek nu. Maar, oké. Ik, ze komt hier aan huis. Dus het was super chill. Ze komt gewoon lekker naar huis toe. Oh my god, het is al bijna 1 uur. Ik ga me nu even opmaken, want ik zie er niet uit. Zo, ik ben helemaal gevliegd. Ik ga even snel wat eten. Daarna ga ik omkleden. En daarna broodjes klaar. Ik ga eerst eten. Lekker broodjes met filet americain. Dit was filet americain met als carpaccio-achtig. Dus ik ben benieuwd. Ik ben even omgekleed. En ik ga nu naar Isabel toe. Ik heb ook al mijn spaarspullen mee, want ik slaap vanavond bij mijn vriend. En we gaan daar gezellig eten. Ik ga nu naar buiten, want Isabel is er. Doei! Ja, thanks! Ik ben hier bij Isabel. Hallo! Ja, we zijn hier niet echt heel veel aan het doen of zo. We zijn hier meer gewoon met elkaar zitten om het zitten. Ja, maar ik ga even kijken voor iets. En ik ben even iets voor school aan het doen nu. En mijn duim ligt er nog steeds af. Maar ik heb nu gevraagd of het wat korter kan. Beter. Ja, ik wil nu dit. Ja, dat vind ik mooier. Ja. Nou. Lekker bezig. Jezus. Kijk. Ik heb het niet. Niet doen. Ben jij zo'n mooi wijf? Ja, nee, je bent echt knap. Verschillende meningen hier. Ja. Kijk eens wat hij voor zichzelf gemaakt heeft. Zo lekker.
Hey. Voor de chest, hè? Voor de chest. Laat het je zien dan. Nee. Moet niet vlees maken. Oh. Lekker. Nou, iets maken. En dit, hoe eet je dit dan? Nou, stop in je mond. Waarom dacht je eten met die kip? Zo vet! Ja. Allemaal eigen labels en... Helemaal. Goedemorgen. What the fuck? Het is avond. Het is 5 uur of zo, 4:30. Ja, waar moet ik beginnen? Mijn haar is geverfd. Fucking mooi. Door Savannah. Maar gisteravond... was ik gezellig wat gaan eten, sushi gaan halen met mijn vriend en een vriendin van mij en haar vriend. Super gezellig. Toen gingen we een wijn drinken en toen ging ik iets te veel wijn drinken. En toen werd ik echt met de grootste kater ooit wakker. Zoveel koppijn. Het was gewoon niet leuk. Ik heb gewoon niet geslapen. Wat een nacht. Echt, jezus. En toen moest ik vanochtend om 11 uur mijn haar verven. Maar het is zo fucking mooi. Ik zal ook wel even een foto plaatsen. Het is echt... I freaking love it. So much. Ik moet nu werken en ik wil dood. Echt, oh my god. Ik wil gewoon dood. Ik ben zo moe. Ik heb zo kort geslapen. Het is inmiddels een tijdje later. Ik moet echt wennen aan mijn haar nog. Oh my god. Echt vet leuk wel. Maar ik ben nu klaar met werk, wacht voor Isabel. En we gaan gezellig bij Bootje eten. Die gaat lekker voor ons koken. En dan gaan we het eten. Ik heb fucking veel honger. Het is echt wel 8:30 of zo. Maar ik moet nu even hier op werk wachten voor Is. Want ik ben met haar meegereden. En dan... yes. Morgen naar de Efteling. Heb ik al gezegd? Morgen naar de Efteling. Fucking leuk. Morgen allemaal. Het is inmiddels alweer zaterdag. Ik was gisteren zo bij Bo. Heb ik niet meer gevlogd. Ja, ik kom! Het is... Ja, het is zaterdag. We gaan naar de Efteling. Ik heb super haast. Omgekleed, trui, broek. En ik vlog zo even weer. Nou, ik had net even snel gevlogd, maar ik had echt totaal geen tijd. Want ik had weer tijdstress. Ik ben met Dizzy en we gaan onderweg naar de Efteling. Woe! Geen zin. Nee, ik heb echt zin in. Maar het is echt best wel gewoon goed weer. Het blijft de hele dag droog. Nou ja. Nou, het blijft de hele dag droog hoor. Ja, dat wel. Dat is goed. Nou ja, zo ja, als je omwikkelt. We zijn daar. We zitten nu in de titel. Oh, ik durf echt niet. Oh, ik heb mijn mondkap op, die gaat echt afvliegen. Dus we hadden ook een camera van vouwen. Oh my god, ik hoor het echt. Oh my god, Is. Ja, ik zal voor die looping wel wegdoen als jou. Ja? Eens loslaten. Ik ben toch wel enger vind als jij vast aan het doen. Ja. Hoezo? Nog wel op de camera. Durf je? Ja? Oh my god, zo mooi uitzicht. Oh, dat is wel. Ik ben zo blij. Oh mijn god, hou goed vast, hè? Oh my god, er zit er gewoon een kraai. Jongens, ik ben doodbang. Ik ook, man. Ik heb echt hoofdpijn. Ik wil niet meer. Nee. Oh mijn god. Ik zie die foto. Hoe vond je het? Ik vond het wel echt leuk. Maar echt gek, man, dat gevoel weer. Hoe vond je het, Nien? Leuk. Leuk. Ik ben echt een klantje, joh. Ik ook. Oh my god, ik wil nog een keer. Oh. We gaan nu naar Joris en de Draak, die is echt ja. Leuk. Oh mijn god. Ja. We gaan nu naar Joris. Vond je het leuk? Ja. Ik echt leuk. Ik ga nog een keer. Die attractie gaat gewoon heel snel voorbij, hè? Ja. Dus... Nu bij Joris en de Draak, je moet 80 minuten wachten. Ja, dat staat er, maar ik hoop echt dat het niet zo is. Kijk, staat daar
is de ingang. En we lopen hier. Nee. Maar volgens mij gaat het helemaal achter daar door. En ik zou samen met Mike. Maar we zien het wel. Het is zo leuk. Het is echt zo jongens, moet doen. Het is. Oh, ik ga wel een stuk in die achtbaan gewoon. Ik ga weer filmen. Ik ga nu met Nien. Oh ja, ik ga met Sal. Oh, dat wordt echt geinig. We staan nu binnen in een huis in een rij, maar we zijn nog steeds in een rij van jongens in de draak. En dat duurt echt al. Een uur. En misschien nog wel langer. We hebben zoveel honger. Je ziet mijn gezicht niet. Hier zitten we. Wanker. Kijk zo binnen. Hey, waar zijn ze? Oh, wat de achterin. Zo, ze gaan heel ver naar beneden. Of maar dit is een race. Maar wij gaan binnen. Ja, binnen, wij zijn blauw. Zoiets lekkers. Met paprika poeder. Gooi het op. Het is gewoon een soort chips. Hé, we hebben een tafel. Die paprika poeder. Goeie. Oh, wat een burger. Ook lekker wijntje erbij. Hé, hey, gaat die maar even tillen. Kunnen tillen. Het is echt lekker. Ja. Ik dacht altijd al mensen lopen en ik mocht het nooit van mijn moeder. Dat is 3 euro. Ja. Oh my god, ik heb ook nog een burger. Wat lekker. Sarah is altijd de lul. Waarom ga ik nou Sarah doen? Hoezo ben ik nou weer de lul? Jij bent hier nog een man. Nee, maar ze zitten hierin. En dit gaat allemaal in het water, dus we gaan sowieso fucking nat worden. Ik ga niet met de paraplu. Ik ga gewoon door de wacht rijden. Dat is gewoon een korte wachtrij. Oh my god. Hier is al waterval. I know. Ah! Oh my god. Ja, ik zei het toch. Oh. Je wordt gewoon zeiknat. Ik zei het toch. Ik ga je echt uit. Nee, ik ben zeker goed en nat. Ik zei het. Waarom doen we dit? Ik weet nog voor dat het hoor. Ja, maar jongens, zo goed is nat. Kijk hoe sokken ik moet liggen. Ik ga echt blijven staan. Zwaar doen. Ja, ik ook. Nina is gewoon zeiknat. Of jij bent zeiknat. Ik dacht niet dat het zo erg was eigenlijk. Ja. Nee, we zijn er voorbij. Nou, Sanne en ik hebben precies die kunnen ongelegd. We zijn allemaal echt zeiknat. Waarom hebben we dit gedaan? Hallo, waarom? Veel stand even, dat is niet normaal. Dat is niet ja, normaal. Hij is echt fucking nat. Kijk uit, botsing. Ah! Oh my god. Oh my god, dit is echt niet leuk. Ah! Ah! Oh my god. Oh my god, jongens, ik had een hele grote bocht! Nee! Nee!
Nee, dit is echt. Ik zei het toch! Nee, ik dacht echt. Met zijn handbaai! Nee! 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 Alsjeblieft niet! Alsjeblieft niet! Alsjeblieft! We zijn nu bij Villa Volta. We hebben echt fucking een uur gelopen in het park. Ik snap er helemaal niks van. Ah, mijn plukje. Maar we gaan nu in Villa Volta, maar ik vind dat helemaal niet leuk. Want ik word daar super misselijk in. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ben er nog nooit in geweest. En daarna gaan we naar de Droomvlucht. Waar is die eigenlijk? Daar. En daarna? En daarna? Daarna gaan we naar de attracties weer. Attracties weer. Ja. Dit is gewoon even een tussenstopje. Ja. Dan is het misschien wel eten. Je moet zitten op een. We staan in de Villa Volta. Het is wel goed luisteren, hè? Ergie. Hij is achter de. Oh, jongen. Wat doet hij nou? Grapjes in het maken, hè? Sessie. Oh, zit dat de. Bij mij niet. Voordat ik dat in de zelf. Zo mooi is het allemaal gemaakt, hè? Ja. Nou, we zijn in de Vliegende Hollander, maar ik heb dus echt geen zin om nat te worden. Nee, ik heb niet. Je zit niks. Nou, als jij nat wordt, gaan we jongens. Oh, nu zat ik naar beneden toch? Waar zijn we? Het ziet er vet cute uit nu allemaal. Ja, maar ik moet echt. We hebben nog een uur. We kunnen echt wel in de Python en dan. Ja, even ja, daarom. We gaan alleen even kijken hoe lang. Ik wil snel. Ik kan er niet op. Ik weet het niet. Gaan we het weer in over u? Nee, nu proberen. Het gaat donker. Nee, je ziet het niet. Nee, je ziet het niet. Ik doe maar gewoon weg. Nou, we zijn, gaan nu naar huis, we waren net nog in de laatste attractie geweest, de Baron. Die was zo ziek en zo leuk. Ja. Echt zo blij dat we daarin zijn gegaan, maar we gaan nu even naar de ik Mac. Ik zat erin en ik zei gelijk nog een keer. Ja, het was zo leuk. We gaan gewoon binnenkort weer ergens naar Walibi of zo. Het was echt fucking leuk. Als er geen lockdown komt, maar ja, wel echt. Nou, nee, we zijn bij de. Oh zo, ja nee, ik ga blijven. We zitten bij de McDonald's. We dachten, oké, we gaan even één McRocket halen. We hebben letterlijk gewoon een bestelling van 25 euro weer. Slaat weer nergens op. Maar het is ruggengraat van niks. Het is al 10 uur. Yeah. Om 1 uur ben ik donker. Ik heb zo fucking veel gefroten deze dag. Dat is echt abnormaal. Oh, wat zie ik er. Ik wil echt even make-up op doen. Nee, boeien. Maar gaan we nog even gezellig een drankje doen. Zo. Hey, ik moet even naast persoon die andere. Ik moet even naast die andere gaan staan. Oké, het is inmiddels zondag. Maandag. Ja, ik wil eigenlijk gewoon even eerlijk zijn. Gisteren voelde ik me gewoon heel kut. Ik had gewoon even een
dacht dat het gewoon allemaal even niet ging of zo. Ik had vanochtend een tentamen en ik had er niet voor geleerd. En ik had het heel de tijd uitgesteld. En ik heb de lessen ervan ook niet gevolgd. En ja, het was gewoon allemaal... Ja, het was gewoon allemaal te veel. En ik moest gewoon alleen maar huilen. En ik moest gewoon huilen, ik gewoon weer naar school wilde en zo. En dat het me gewoon niet lukt online. En ik zat er gewoon even helemaal doorheen. En ik had gewoon totaal geen zin om te vloggen. Ik heb alleen maar mijn bed lopen janken gewoon. En ik had mezelf afgesproken, weet je, vandaag voel ik me kut. Prima. Morgen is een nieuwe week, nieuwe dag. Je gaat er gewoon weer tegenaan. En laat het tentamen maar gewoon even. Ga gewoon voor de herkansing, weet je. Prima. Maar gooi het gewoon allemaal daaruit. Ik ben gewoon even een rondje gaan lopen. Mijn gedachten gaan opschrijven. En ja, nu heb ik mezelf weer herpakt, als je het zo kan zeggen. Verder was het echt zo leuk in de Efteling. Ik heb het zo leuk gehad. Het was gewoon even een dag dat ik gewoon even mijn verstand op nul had. En gewoon lekker kon genieten. En het was zo gezellig. En ja, het was echt heel leuk. Ja, nu is het een nieuwe week. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Sorry dat ik gisteren niet heb gevlogd. Maar ik heb wel hele leuke beelden bij de Efteling gemaakt. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet de video een duimpje omhoog te geven als je de weekvlog weer leuk vond. Ik heb trouwens ook al mijn nagels eraf getrokken in de stress en everything. Maar vergeet me ook niet te volgen op Instagram en te abonneren natuurlijk. Notificaties aan te zetten. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei schatjes, love you.